de Oosterhoutse Sint-Janstoren. In het jaar 1473 besluit de plaatselijke orde van de Johannieters, die het patronaat in Oosterhout hebben, om het bestaande kerkje uit te breiden en te voltooien met een toren. In 1495 is een nieuwe kruiskerk gereed. De torenbouw start pas in 1518, maar stagneert rond het midden van de 16e eeuw omdat het geld op is. De toren is nooit afgebouwd en blijft op een hoogte van 52 meter steken. Er is in de 70er jaren van de 20e eeuw een artist impression gemaakt, hoe de toren er zou hebben uitgezien als hij was afgebouwd. Dan had de toren zeker een hoogte van 75 meter bereikt. Deze tekening is te zien in de Tweede Torenkamer en maakt deel uit van een expositie over de omvangrijke restauratie in de 70er jaren van de vorige eeuw. Nadat de toren in handen is gekomen van de gemeente Oosterhout voor het symbolische bedrag van 1 gulden. De parochie van Sint-Jan de Doper was niet in staat om de noodzakelijke restauratie van dit historische en beeldbepalende Oosterhoutse monument te betalen. Van 1648 tot 1810 was de Sint-Jan in protestantse handen. In die periode waren de katholieken genoodzaakt om gebruik te maken van schuurkerken. De pastoors waren in die tijd gehuisvest in slotje Beveren. Het slotje heeft nog altijd een torentje met luidklokje en een doopvont in huis. Mooie Keetje is daar onder andere gedoopt in 1807. Na de teruggave van de Sint-Jan aan de katholieken, door bemiddeling van de eerste koning van Holland Lodewijk Napoleon in 1809, wordt het gehavende interieur in neogotische stijl hersteld. De prachtige renaissance preekstoel en kroonluchters worden door de protestanten meegenomen naar de Vredeskerk in de Rulstraat. De Sint-Jan wordt in 1882 door architect Pierre Cuypers met zijbeuken vergroot. De kerkelijke geschiedenis van de Sint-Jan en Oosterhout wordt in 1930 in 7 glas in loodramen aan de zuidkant, aan de marktzijde, door Joep Nicolaas in beeld gebracht. In 1982 wordt de Sint-Jan verheven tot basiliek. De Augustinusklok, gegoten door Petit en Fritsen in 1951, de enige luidklok en is niet betrokken bij de bijaard, de carillon, welke laatste uit 39 klokken bestaat. Aan de zuidzijde zie je de markt. De kerk is gebouwd met het koor, de apsis, naar het oosten, naar Jeruzalem. Je ziet de markt nog in de oude situatie en is sindsdien al 2 maal veranderd. Rechts, Slotpark Oost met residentie. De Braak met bebouwing. De wijk Slotjes Oost, vroeger de Veurhaai. Klapijstraat. De Sint-Antoniuskerk en de Onze Lieve Vrouwenabdij. De Wijzerplaat en Galmgaten. Steunbeer of contrefort met pinakel met kruisbloemen. De Torenstraat en Hoofseweg, het Torenkwartier. De Wijkstrijen, het Witte Huis met rood dak, is Eetcafé Den Bal. Aan de horizon, de Weststad. Sint-Janstraat, Kanonier. Stadstuin, de Schelp. Daarachter de rode daken van de domeinhuizen in de Laan. Het dak van de Vredeskerk, winkelcentrum Arendshof, torenfassade van de voormalige Heilig Hartkerk met het Binnenhofje, Geertruidenberg met Amerscentrale en de koeltoren van Essent. In de toren, de Tweede Torenkamer. Hier is een permanente expositie van de restauratie van de toren. Bouwtekeningen van de oude situatie en de nieuwe. Oude pinakels, een oude wijzerplaat, gotische ornamenten, een oud windvaan en een oude stokkenklavier voor bespeling van de bijaard.
De stijl van de Sint-Janstoren wordt geclassificeerd onder de laat Brabants gotiek, zoals Oud-Gastel, Hoogstraten, Middelbeers en vele anderen. De eerste torenkamer. Hier is een vaste expositie te zien van de Oosterhoutse archeologie, speciaal over de 6 à 7 eeuwen lange pottenbakkerscultuur, uitgestald in een vijftal vitrines.